Goed, zondagmorgen power yoga. Zolang we nog niet met elkaar hier op locatie wat kunnen, gaan we deze manier gewoon lekker verder. Zorgen dat je fit en sterk blijft. Mentaal, fysiek de boel lekker op orde houdt. Dan komt het allemaal goed. Zet de armen benen maar los. En als je zover bent, kom je vooraan op je matje. Pas de oefeningen aan. Doe wat goed voelt op dit moment voor jou. En daaruit sowieso genieten van deze les. Voeten in breedte. De tenen duimen breed neergelegd. En vanuit de voeten maak je je lang op een inademing naar de kruin. Uitademen laat je de schouders zakken. De armen zwaar worden. Focus op de adem. Je ademt via je neus in en uit. En de uitademing met een lichtgesloten mond een diepe zucht toelaten. Gemakkelijke contact met de Ujjayi-adem achter in de keel. En dan komt daar opnieuw ook de inademing vandaan. Voel hem via de neus naar binnen. Voel hem dan ook echt achter in de keel, zonder dat je de boel afknijpt. Wanneer je uitademt, trek dan het gebied tussen je navelschaambeen wat dieper in. Vanuit de zitbeentjes, de bekkenbodem, lift je moederbanden op. Je ademt rustig verder. Voel de aanspanning, de oplichting van de energiebaan, de moederbanden. De volgende uitademing, trek je moederbanden ietsje dieper naar achter. Inademend lift je hem verder omhoog tot net aan het midden ligt. Uddiyana Bandha gaat meedoen. De adem komt vol, ruim vanuit de longen. De borst zet uit, de flanken. De uitademing Mula Bandha, Uddiyana Bandha. Actief naar binnen voelen. De opwaartse lijn inademend meenemen naar het koudje in de keel. Jalandhara Bandha. Op een inademing lift de kin iets voorlangs op. Voel maar dat de borst ruim wordt, de keel open gaat. Vanuit de ademing breng je de kin dicht naar binnen. En opnieuw actief, moederbanda, Uddiyana Bandha, Jalandhara Bandha. Doe nog een keer adem in. Neem de schouders voorlangs mee naar achter. En uit. Neem de schouders van achterlangs mee naar voor. Inadem het voorlangs op, lift de kin op. Beweging, adem laten samenvloeien. Nog twee. Luister. Volg inademing, armen voorlangs mee, omhoog. En breed zijn naar laag. Maak de beweging groot. Voel de armen ook ver naar achter, zodat de borst ook weer ruimte krijgt. De schouderbladen dicht bij elkaar kunnen, laag in de rug. De kin ligt op, borst op. Je kijkt mee omhoog en op laatst gaat de kin weer laag. Nog twee. Maak de bewegingen mooi af. De lengte van de beweging is de focus. Gerelateerd aan de lengte van je adem, laatste. Volgende inademing. Op. Armen breed, buig de knieën zwaar naar achter. Lift op de armen breed en open. En dicht. Ga door. Eigen tempo. Neem de tijd om hem volledig uit te rekken. Te openen, de armen ver naar achter en weer terug. Drie. Laatst. Je komt laag, blijf laag. Laat de armen maar helemaal loszwaaien. Hand op de bovenbenen. De knieën gebogen. Voel de zitbeentjes ver van je af. Moederbanda, Uddiyana Bandha en Jalandhara Bandha, alle drie actief. Volgende uitademing maakt de rug van onder naar boven helemaal rond. Adem in. Kantel het bekken. Strek hem op langs de voorkant. Ga naar open. En naar boven.
Adem in de hoek. Denk eraan dat je niet te veel in je schouders kruipt. Ook als je naar boven gaat, blijf je ruimte houden tussen je oren en je schouder. Nog drie. Twee. Laat. Naar een ronde rug. Benen strekken voor zover dat gaat. Handen tegen de schenen of als je ruimte hebt, handen naast de voeten. Je verlengt je strek vanaf hier naar zitbeentjes. Maak de rug lang, nek lang. En uit de neus richting onderweg. Bank positie. Halverwege, strek hem op langs de achterkant van je lichaam. En uit. Nog drie. Gebruik de hele inademing om lengte te creëren aan de achterkant. De uitademing buig je dieper. Twee. Zacht in de schouders, breed in de schouders. Laat. Voel de krachtcentrum diep naar binnen getrokken. Volgende lichaam. Inademing, strek op. Uit. Stap met links naar achter. Zodat je stevig staat, voorste knie gebogen, boven je enkel, achterste been krachtig weggestrekt. Armen voorlangs op. Strek het voorste been mee en opnieuw open. En je buik, tik uit. Strek op. En uit. Drie. Open. Twee. Laatste. Kom je laag. Stap naar hoge plank. Knieën buigen, onderbenen, voeten plat. Vanuit de knieën stuur je bovenlichaam naar voren. Leg neer. We gaan gelijk naar de rechts en links te draaien. De handen op de vingertoppen. Schouders breed, benen krachtig weggestrekt. Inademen, licht de romp op. Draai naar rechts. Uitademen, terug midden. Inademen, verleng strek. Draai naar links. En zo ga je door. Dus vanuit de strekking omhoog en dan naar je draaien. Hierna allebei de kanten nog één. Vanuit hier op een inademing recht in het midden op. Plaats de handen naast de borst. De handenvingers gespreid, bovenarmen, ellebogen dicht bij je, benen krachtig. Rustig op een inademing naar upper dog. Rol over je tenen naar je down dog. Beide knieën buigen en strekken. Vanuit de handenverlenging de hele rug, zit een beetje schuin omhoog. Beide knieën buigen en strekken. Drie. Op het moment dat je de hielen wegstrekt, strek je vanuit de handen ook nog eens zitbeentjes, bekken schuin omhoog. Twee. Laatste. Strek hem eens helemaal uit. Nu gaan de hielen hoog, de knieën buigen. Vanuit hier, stap met links naar voren. Voorste knie gebogen, achterste been krachtig gestrekt. Zorg dat je balanspunt hebt. Op het moment dat je omhoog komt, strekt het voorste been mee. Open, knie buigt en laag. Vier. Verg nog wat van je balans. Zorg dat je in je kracht blijft. Laatste. Dan kom je laag. Achterste voet, stap voorwaarts. Verleng strak achterkant benen, rug, nek. Uit, neus richting onderbenen. Krachtig aan de kruin, armen zijwaarts op. Zonder voet aan, jouw eigen tempo. Plaats de handen, verleng strak in, uit. Hoge plank. Naar lage plank. Adem in. En
comfort. Rol over je teen naar je down dog. Vind je het prettig om te buigen en te strekken om en om? Dat je lichaam nog wat warmer kan worden, wakker kan worden, doe je dat? Drie keer. Voel de handen, de hele hand vallen in de mat, vingers gespreid. Twee. Laatste. Allebei de hielen op een uitademing zo ver mogelijk naar de mat strekken. Vanuit de handen zitbeentjes omhoog weg. Dan komen de hielen hoog. Buik de knieën diep. Zitbeentjes hoog. Inademen, stap vooruit. Verleng en strek. Uit. Neus richting onderbenen. Aan de kruin, armen zijwaarts op. Zonnegroet aan. Ga door in je eigen vlak. In. Uit. Lage plank. Knieën, onderbenen, voeten plat in de mat. Denk aan je schouders. Een purdock. Rol over je tenen. Down dog. Eventueel, hoeft niet, maar met de knieën wat binnenwaarts draaien. Zoals je bekken draait vanuit je heup, vanuit je taille. Vanuit de handen blijf je verlengen naar het bekken. Drie. Twee. Laatste. Beide hielen. Eerst eens even helemaal wegstrekken. Zowel vanuit de handen naar het bekken wegstrekken. Borst richting onderbenen. Dan komen de hielen hoog. Knieën buigen diep. Zitbeentjes hoog. Een inademing. Stap voorwaarts. Verlengen. Strek de hele rug nek uit. Van positie. Focus op de bandaar. Spoel ze alle drie. Vanuit hier krachtig aan de kruin. Armen op. Nog één keer zonnegroet aan. Ga door. Voetenheupbreedte, handen, armen, schouderbreedte of breder. Zodat je die hele hand gebruikt, hè? Dat je vanuit de middenlijn kruin staartwervels die mooie lange lijn maakt. Dat je zenuwstelsel de ruimte krijgt. Dat het zacht is in breedte in de schouders, schouderbladen. En uiteindelijk krijg je de lengte toe, achterkant benen. Voel maar hoe je lichaam langzamerhand wakker wordt, warmer wordt, opgestoken wordt van binnenuit. Nog één. Laat volgende inademing. Hielen. Knieën buigen diep, zijn beentjes hoog. Inademing, stap voorwaarts. Verleng en strek uit de neus richting de onderbenen. Aan de kruin, armen zijwaarts. En we gaan door naar zonnegroet bewegen. Zorg dat je de zitbeentjes ver van je af hebt. Dat je ruimte hebt in de hele rug. In slow motion. Strek de achterkantbenen vanaf de hielen richting zitbeentjes. Dan kom je laag met de handen. Neus naar de onderbenen. Vanuit hier opnieuw strekking. Achterkant. Hielen kruin. Uit. Hoge plank. Met gestrekte benen naar lage plank. Rol over je tenen naar de upper dog. Down dog. Linkervoet schuin, rechterbeen tilt op, laatste voet binnenkant, rechterhand, knieën is gebogen. Door naar de Sun Warrior. Rechterarm op, linkerarm achter je, naast je, los tegen je achterste been aan. Laat de bekken maar diep zakken. Je ligt hier op, je knie stuur je naar buiten aan. En de inademing brengt ruimte naar je rechterborsthelft, dus de hele rechtervoorkant open. Terwijl je links ontspant. Focus op je adem. Voel maar dat je uitademt, dat je nog wat dieper kan laten zakken. Nog twee. Laatste. Linkerarm komt op. Je plaatst de hiel. Je plaatst de handen aan de binnenkant van je rechtervoet. Achterste voet draait in de looprichting, schuif eventueel wat verder weg. Je kan er ook voor kiezen om onderbeen neer te leggen. Maar we gaan naar de push-ups, 5 keer. Buig de elleboog laag en
en vanuit de handen duw op. 4. In. En uit. 3. Kan ook andersom. Je kan ook uitademen naar beneden en inademen op. 2. Laat. Vanuit breng het gewicht op je linkerarm rechtstreeks open. Hou de armen recht boven elkaar. Adem door. Voel de achterste heel krachtig weggestrekt. Adem diep in. Uitadem, draai terug met de hand buiten je voet. Je rechtervoet zwaait naar achter omhoog. En je plaatst hem aan de binnenkant de rechterhand. Achterste voet zet je schuin neer. Inadem het voorlangs op. Over de breedte van je mat naar de andere kant. Buig je linkerknie. Plaats je rechterhand, linkerarm recht omhoog. Zorg dat je achterste voet meedraait. Adem door. Draai je rechterhand de lengte opwaarts. Voel openheid naar de linkerborst richting je hart. Nog 2. Adem diep in en draai terug. Adem uit. Linkerbeen zwaait naar achterop. Vanuit hier buig de knie. Je draait hem naar rechts. Schuin voor je rechterbeen langs. Je plaatst hem op de buitenkant. De randvoet. Gewicht op je linkerarm. Rechterarm strekt omhoog. Adem door. Adem diep in. Draai uitademend terug. Je linkerbeen zwaait naar achterop. En je plaatst de binnenkant linkerhand. Je rechterbeen tilt op. Zoek je balanspunt. Je armen schuin achterwaarts. Focus. En dan komt je opgetilde voet naast je linkervoet. Buig de knieën, maak je klein, adem uit. Inadem vanuit hier, strek omhoog. Stoelpositie. Voel de zitbeentjes ver van jou, van borst op. In slow motion. Met de achterkant van de benen strekken. Vanaf hier maak je lang. En dan buig je naar laag. Plaats de handen, adem in, strek uit. Uitadem, hoge plank. Lage plank. Adem in, upward dog. Down dog. Rechtervoet schuin. Linkerbeen zwaait op. Binnenkant, linkerhand. Sun Warrior. Linkerarm voorlangs op. Achterste rechterarm achter je. Laat de bekken diep zakken. Inademend lift je linkerhiel op. Voel de knie naar buiten aangestuurd en je opent de hele linkervoorkant. Adem door. Laat de zachtheid naartoe tussen de schouderbladen. Focus. Voel je je kracht? Voel of je uitademt, de bekken nog wat dieper kan laten zakken. Nog 2. Laat. Inademen, rechterarm op, plaats de hiel. Zet de handen binnenkant, linkervoet. Achterste voet draait recht. Eventueel je onderbeen neergelegd. 5 keer push-up. Adem uit naar laag, ellebogen naar de mat en je duwt op. 4. 3. 2. En de laatste. Op het moment dat je omhoog komt, gewicht op je rechterarm, links draait open. Voel de armen recht boven elkaar, de borst open, achterste hiel stevig weggestrekt als je met gestrekt been staat. Adem diep in. Verleng opwaarts. Uitadem draai terug. Hand buiten je linkervoet. Linkervoet zwaait naar achter omhoog. Down dog op 3 poten. En je plaatst hem naar voren. Achterste voet schuin. Voorlangs op. Over de breedte van je mat naar de andere kant. Zodat je voeten meedraaien. Rechterknie buigt. Linkerhand plaatsen. Rechterarm omhoog.
Voel vanuit je linkerhand die mooie opwaartse lijn open naar de rechterborst en laat de bekken nog maar eens dieper zakken. Adem diep in. Uitgaan, draai terug. Je rechtervoet zwaait naar achter omhoog. Je buigt de knie. Je neemt het been voor links langs mee. En je plaatst hem op de buitenrand van je voet. Dan breng je het gewicht op je rechterarm, rechterhand. Je linkerarm gaat mee omhoog. Je heupen draaien mee op. Adem door. Voel je kracht. Blijf in je kracht. Nog twee. Volgende inademing. Verlengen. Strek uit adem. Draai terug naar de korte zijde. Rechterbeen zwaait omhoog. Je plaatst de binnenkant, rechterhand. Knie is gebogen, liefst tilt op. Zoek je balanspunt. Focus, armen schuin naar achter. En dan stap je opgetilde voet naar voren, maak je kleiner rond. Blijf een moment hier, adem. Krachtig diep, Ujjayi adem. Voel alle drie de banda's opnieuw in de reset van onder naar boven. Vanuit hier, strek omhoog, adem in. Buig de knieën, adem uit, handen voor het hart. Je tilt je rechtervoet op. Je legt je rechterbeen gekruist over links, tenen gespreid. Uit de zitbeentjes maar ver van je af wegstrekken en zakken. Adem. Vooruit je, strek je linkerbeen. Plaats je rechtervoet naast links. Strek de armen op. Uit, we gaan naar de andere kant. Stoelpositie. Je linkervoet tilt op. Rechterbeen over je rechterbovenbeen. Tenen gespreid en je duwt als het ware de zitbeentjes nog wat verder van je af. Vanuit je rechterbeen strek hem op, plaats links naast rechts, maak je lang uit aan de stoelpositie. Focus. Rechtervoet tilt op en je strekt hem schuin voor je weg. Blijf je linkerbeen, ga je strekken. Blijf gefocust. Hoger, spreid de tenen, voel de kracht naar de bal van de voet. Adem in, plaats je rechtervoet naast links en uit. Stoelpositie. Andere kant, linkervoet tilt op, strek hem eerst schuin laag weg. Volgende inademing, vanuit je rechterbeen naar verlenging, strekking. En je linkerbeen mee omhoog. Adem. Adem in. Laatst dan naar links. Buig naar stilpositie. Adem uit. Volgende inademing. Breng het gewicht naar voren. Deel de hielen hoog. De armen strekken langs je oren weg. Hoofd tussen de bovenarmen. Eventueel de handen in elkaar gestrengeld, wijsvingers in het verlengde van de kruin voelen. Adem diep in. Uiteraard breng je de handen terug voor je hart. De handen van elkaar af, plaatsen onder je. En inademend stap of spring. Hoge plank. Lage plank. Adem in, upper dog. Down dog. Focus in de down dog. Reset in de down dog. Rechterbeen. Til hem op en inademing op. Je buigt de knie. Je draait hem open vanuit de heuplies. Dus je brengt de knie opwaarts. De romp draait mee.
Vanuit de handen strek naar de rechterflank. Laat die heel maar zakken richting je linkerbeel. Adem door. Je rechterbeen gaat van inademing strekken. Je draait hem terug. En als hij recht is, gaat je opnieuw buigen. Je rechter gebogen knie achter je rechterpols. Met de onderbeen schuin naar binnen. Je schuift je linkerbeen weg. Je legt de voet plat. We gaan naar de duikhouding. Handen op de vingertoppen. Verlengen, strekken op. Adem in. Uitademen. Kom maar ver naar voren. Voorhoofd naar de mat. Armen langs de benen naar achter. Voel de linkerkant verlengend, strekkend zonder dat je daarop leunt. En de adem leidt je toe rond de moelabanda, rechterkant bekken. Lies, heup, zit beentje. Een mooie houding om de Ujjayi-adem diep en krachtig te voelen en te horen. Loslaten wat je niet meer nodig hebt. Laat de bekken maar dieper voegen. Nog twee. De laatste. Plaats de handen naast je. Je tilt het hoofd op adem in. En dan kom je zitten. Je linkerknie schuift. Gebogen naast je. Of even wat draaien. Rechterhand naast je. Adem in, lift de bekken op, open, strek hem uit. Voel vanuit je rechterhand de oplifting opwaarts. Kijk eventueel helemaal omhoog in je linkerhand vallen. Laat de strekking maar toe vanuit je linkerknie omhoog. Volgende inademing, verlengd en opent. Uitademen terug naar zit. Rechterhand, linkerknie. Linkerhand leg je open op je rechterhand. Voel bij je zitbeentjes in de mat. Inademen, neem je linkerarm mee naar achter. Hou hem lager dan de borst en schouder. Kijk in je linkerhandpalm terwijl je rechterknie laag blijft houden. Strekking opwaarts, hoofd midden op de romp, kin in. Alle drie de bandwaars actief. Linkerarm komt inademend op. En uit. Plaats de handen naast de heupen. We gaan zo dadelijk de transitie maken naar hoge plank. Maar eerst drie keer teken. Til de knieën hoog. Adem in. Lift op. En uit. Nog een keer. Op. Laatste. Nu plaats je de volgende. De handen voor je. Hoge plank. Lage plank. In. Upper dog. Down dog. Eerst de down dog resetten. Je bandages resetten. Terug naar je adem. Linkerbeen lift op. Buig de knie. Je ogen vanuit de lieschenheup. Je draait de knie op een inademing opwaarts. Je kijkt mee onder je arm. En vanuit beide handen verleng je richting je linkervlak. Adem diep krachtig in en uit. Laatste. Je linkerbeen gaat strekken, je draait weer recht. De volgende uitademing gaat de knie buigend achter je linkerpols. Leg je onderbeen schuin binnenwaarts. Je rechterlies naar je linkerhiel. Handen op de vingertoppen, duimhouding, adem in, lift op. Uitadem vroeg vanuit de heup in een mooie lange lijn voorwaarts, voorhoofd naar de mat. Armen langs je lichaam naar achter. Voel de rechterkant in een lange lijn. Alle drie de bandages, Ujjayi adem erbij.
En je aandacht gaat naar de linkerkant van het bekken. Laat daar maar los wat je los kan laten. Je ademt dus krachtig diep rondom je Mula Bandha. Nog één. Je plaatst de handen naast de borst. Inadem het liefje aan de kruin op. En dan kom je zitten met je rechterbeen gebogen achter je. Linkerhand naast je. Je tilt de bekken op. Open naar de liefste heupen. En eventueel lift je nog iets hoger. Draai je opwaarts naar de plafond. Kijk in je rechterhand. Adem. Strekking, met je rechterknie opwaarts. Adem diep in, uitademen, kom je laag. Beide billen op de mat, met de linkerhand op je rechterknie. Rechterhand open eromop. En inademen, neem je schuin laag achterlangs mee. Kijk in je rechterhand vallen, terwijl je de hele rond lang houdt. De kin ligt in. Alle binnenbanden is actief. Moet jij ademen. Laat maar toe. Nog twee. Voel wat er nog iets meer in de draaiing kan. Dus te ver ga je wat terug. De laatste. Recht de arm omhoog, in en uit, teken, kruis de benen, we maken opnieuw de transitie naar hoge plank, adem in en uit, nog twee, op, de voet boven de mat gaan houden, doe je dat hè, laat, nu neem je de handen mee naar voren, hoge plank, lage plank, in upper dog, down dog. Reset je down dog, handen breed, schouders breed, voeten heupbreedte en hierin verlengen, voel het als thuiskomen. Verlengen en loslaten met een krachtige houding. Vinyasa tot zit, gelijk door naar licht. Hielen hoog. Knieën buigen diep. Zitbeentjes hoog. Met gekruiste voeten stap of loop of spring. Gekruist naar voren. En dan rol je af. Neem de knieën mee. Hoofd recht in het midden. Armen schuin. Benen gestrekt. Duw de bal van de voet omhoog weg. Schouderbladen laag, adem door. We gaan de knieën buigen. Je plaatst de voeten vlak achter het bekken. Knieën heupbreedte, voeten heupbreedte. En op het moment dat je de voeten neerzet, til je hoofd, bekken op. Bovenrug, nek. Achterhoofd worden neergelegd. Handen gaan in elkaar onder je bekken. Schuif de schouderbladen dichter bij elkaar. Eventueel de voeten nog wat dichter bij je. En vanuit de voeten de benen de kracht opwaarts. Terwijl je vanuit de schouders bovenrug je armen wegstrekt. Adem tot diep achter in de keel. Buik is stil, je navel in. Voel maar of je nog wat hoger kan vanuit de voeten en benen. Of je nog wat kracht hebt om het bekken hoger op te tillen. De armen vanuit de schouders, nek, bovenrug nog wat verder weg te strekken. Nog één keer. Dan gaan de handen los.
de armen breed leg. Adem diep in. Uitademen rol je langzaam wervel voor wervel terug. Tot je het bekken hebt neergelegd. Oké, til je de knieën op. Breng de benen wat buiten de borstkas naar buiten. De handen via de buitenkant, benen daar waar ze komen, enkels of bij je beide voeten ga je daar naartoe. Je strekt de onderrug, de staartwervels naar voorzijde van je mat. Op een uitademing laat je de knieën richting je oksels zakken. Je laat de ruimte toe rondom je heupen lichten. Adem diep en krachtig, hoe jij ademt. Laatste. Je laat de voeten bij je vast en los. Je legt ze gekruist naar elkaar toe. Buig de knieën. Hoofd op. En je rolt in één keer tot zit. Schouders rollen. We gaan naar de vuuradem. Langzaam, of in het tempo waarin ik hem aan ga geven, we gaan hem rustig opbouwen. De vuuradem, het gebied rondom Uddiyana Bandha, rondom je maag. Dus wanneer je nu eerst dus alles helemaal loslaat, de handen, duimen op elkaar, de wijsvinger op elkaar, overige drie vingers strekken weg. Laat je de adem toe tot diep in de buik. Uitademen, trek de buik krachtig in naar binnen en je lift hem op. Je voelt de aanspanning tot net onder die middenrif rondom je zonnevlek. Je laat de inademing weer de buik vullen. En op een uitademing krachtig naar binnen en op. Het gaat allemaal via je neus, tenzij je zo dadelijk wat liever door de mond doet, mag ook, hè. Ga eerst eens rustig in dat adem, in dat tempo waar we nu zitten door. Op het moment dat die adem naar binnen opwaarts gaat, is het niet de bedoeling dat je je schouders optilt. Dus de schouders blijven ontspannen. De kin is in, dat de Ujjayi adem ook goed achter in de keel blijft. Nog één keer traag. Wil je zo dadelijk mee naar de echte vuuradem, de Kapalabhati, ga je daarin mee. Anders blijf je hier. Dus je gaat er krachtig in. En uit in een snel tempo. Je laat hem aflopen. Je gaat naar traven. Wil je nog een keer mee naar de vuuradem, ga je nog een keer mee. Focus op je inademing. En krachtig in en uit door. Vragen. Laat de adem gaan zoals die gaat. En voel. De handen ontspannen, de duimen wijsvinger van elkaar. Laat dan de aandacht los. En maak je klaar voor je laatste oefening, de ontspanning. Zorg dat je warm blijft, dat je comfortabel bent. En dat je in een houding gaat liggen die voor jou op dit moment het beste voelt.
ontspannen. Het hoofd in het midden. De nek ruimte. De schouderbladen breed ruim in de mat. Vanuit de schouders de armen ontspannen naast je. De handpalmen bij voorkeur open. De hele rug breed, ruim, diep naar de mat gezakt. Ook in de holling laat je het zacht worden, dat ook daar de rug wat meer naar de mat toe kan zakken. Het bekken breed, de bilspieren ontspannen. Waardoor ruimte komt naar de heupgewrichten, naar de kniegewrichten, naar de enkelgewrichten. En ontspannen voeten naar buiten gerold, met de tenen, alle drie los. Voel, terwijl je hier zo ligt, de oefeningen met elkaar na. Voel het effect diep in jou. Nog altijd die Ujjayi-adem, maar dan zachtjes, ontspannend. Ontspannend naar je zenuwstelsel. Ontspanning, ruimte in je hoofd, ruimte in je hele lichaam. Iedere inademing maakt het groter, ruimer, stiller. Iedere uitademing laat je datgene los wat je nu op dit moment niet meer nodig hebt. Waardoor er nog meer ruimte ontstaat, voel het wanneer je inademt. De uitademing dieper en dieper toelaten. Ontspannen, laag naar laag. Van kruin naar tenen, naar vingertop. Alles start dus. Ontspannen gezicht, ogen, neus, wangen, kaken, mond, lippen. Een zachte keel. Open, ruime borst. Middenrif. Voel de adem diep in je buik. Daarmee ook diep in het bekken. Zo de ruimte aan de voorkant benen naar de voeten toelaten, naar de tenen. Je uitademing helpt je te verzwaren, dieper in je mat te zakken. Via het achterhoofd, nek, bovenrug, armen, handen, vingers. Middenrug, onderrug, bekken, achterkant benen, hielen. En je staat jezelf toe dat je volledig genieten mag, ontspannen mag, van dit moment, in jouw moment. Thank you.
jouw innerlijke kracht. Dat je vertrouwen kan op jezelf, vanuit je intuïtie, vanuit jouw eigen ik. Voel de adem kalm en diep in en uit. Voel hoe nieuwe energie naar binnen stroomt via je neus en zich verspreidt tot in iedere cel. Nu de uitademing datgene meeneemt wat je niet meer nodig hebt naar buiten. Je bewuster, krachtiger ademen. Je ontwaakt. Wordt alert, actief. Klein bewegend, beginnen met de vingers, tenen. Handen, voeten, armen, benen. Maak bewegingen waar je je goed bij voelt. Wil je je uitrekken? De armen langs je oren. Maak hier lang op een inademing. Uitadem, laat je het allemaal weer los. Ga de handen op elkaar. Je blijft ze stevig warm. En als ze warm zijn, leg je ze over je gezicht. En masseer met de vingertoppen, ogen, neus, mond, oren. Je hals, je nek, je hoofdhuid. Ga door je haar. En als het zover is, buig je de knieën naar je toe, maak bewegingen voor de onderrug. En van daaruit kom je op je eigen manier tot zit. En als je dan eenmaal zit, leg de benen zoveel mogelijk in de verlediger zit, met de hielen recht voor de bekken. De handen open achter je ontspannen. Je verlengt vanuit de zitbeentjes, staartwervels opwaarts op je inademing. Uitadem, buig vanuit de heupen en de rechte lijn naar voren. En als je laag bent, laat je het hoofd zwaarder. De schouders breed, de armen zwaar en de handen ontspannen. Je inademing geeft ruimte aan de achterkant. De uitademing ontspanning naar de voorkant. Inademend aan de kruin, armen zijwaarts op. De handen bij elkaar en als eerste de duimen in het gebied van je innerlijke weten. En dan neem je ze mee midden voor je hart. Een diepe buiging voor jezelf, naar jezelf. En dan wens ik je nog een hele fijne dag toe. Namaste.